Maar dat kan ik wel niet. Ik ben Mark en ik ben vandaag weer terug bij Tactical Crowns. De vorige aflevering ben ik hier gebleven. En we gaan vandaag waarschijnlijk weer een nieuwe portal aanvallen. Ik denk aan de rechterkant. Ik weet niet precies hoeveel er daar nog moeten. Ik kan toevallig even kijken of er in principe daar nog een portal zit. En zodra ik dat moet gaan doen, moet ik waarschijnlijk ook nog even die knights even die zware geven. Volgens mij heb ik er nog iets van 4 nodig of iets dergelijks. Want ik heb eigenlijk nog behoorlijk wat coins. Oké, hier heb ik daar ook nog van nodig. Zo. Dus gaan we er ongeveer 4 regelen. Dan kijken we wel even of we toevallig straks nog of een keer op een andere aflevering nog een keer wat toevallig nodig gaan hebben. Oh, hier zijn ook nog 2 mannekes. Maar ja, zodra ik net joinde, kwam ik eigenlijk al gelijk achter dat het geld al spoelde. Dus het was al behoorlijk aanwezig dat ik weer te veel geld had. Dus als ik ongeveer nog 1 coin kan hebben, ja, dan kan ik nog 1 zwaard bij aanschaffen. Want dan heb ik er sowieso 4. Oh nee, shit, ik heb er 12 voor nodig. Ik dacht dat ik er 6 voor nodig had op een of andere manier. Maar ja, dan heb ik in ieder geval 4 knights die nog redelijk sterk zijn. Die nog best wel wat aanvallen tegen kunnen houden. Ik ga eventjes kijken of er toevallig deze avond nog een aantal monsters deze kant komen. Want dan weet ik in ieder geval dat er nog een portal zit. Dan in plaats van helemaal naar de portal toe te gaan. Eens kijken. Heeft iemand toevallig nog een coin of 2? Noppes. Maar de monster aanval van de vorige keer verliep aan de linkerkant nog heel erg goed. Had ik eigenlijk niet verwacht. Dat was eigenlijk veel makkelijker te verslaan dan de vorige keer dat ik het probeerde. Maar ja, natuurlijk. Ze worden natuurlijk wel steeds sterker. Oh, en dan gaat de eerste al. Wauw, dat was een hele effectieve steen. Ik raakte de grond niet eens. Oké, er zit dus nog wel een portal aan deze kant. Goed om te weten. Want dan ga ik nu eventjes de knights naar die kant even naar buiten sturen. Ik heb nog een hele dag ongeveer de tijd. Dan ga ik even mijn geld weer ophalen om aan de linkerkant nog even een. Nou, misschien nog niet gelijk om een knight te laten recruiten. Want natuurlijk, dan gaat die knight natuurlijk weer helemaal hierheen. En als hij dat doet, dan hebben ze daar minder verdediging. En welke dag is het nou? We hebben nu al bijna 40 dagen. Oké, dan. Dat duurt nog wel even voordat weer een echte bloedmaan komt. Want natuurlijk bij iedere 30 dagen komt er ongeveer weer een bloedmaan. Kijk, hier heb je dus 1 knight. Die dus een zwaardje heeft opgehaald. Kijk, hebben jullie nog iets? Oh, jij hebt zeker wat. Mooi. Oké, er staat hier sowieso nog eentje die nog geen zwaard heeft. Oké, dat is mooi om te weten. Ik blijf nu ook aan deze kant staan om de aanval gelijk te kunnen zien komen. Want ze gaan dan natuurlijk aan deze kant aanvallen omdat de portal hier dichterbij zit. Dus dat is wel heel erg verstandig dat we dan op deze kant een beetje gefocust zijn. En hier staan natuurlijk 2 katapulten, een heel aantal archers en natuurlijk nog een ballista. Maar ik ben een beetje geïrriteerd dat ik word door de. Weet je die dingen? Die vliegende monsters. Ik weet niet precies wat voor naam ze hebben. Ik heb nu al een beetje lang beginnen te duren. En hoe het zit met die portal. Maar ja, het is natuurlijk ook nog wel een stukje er naartoe lopen. Op zich wel logisch. Ja, daar komen weer een aantal nieuwe artjes aan.
zo. Oké, deze farms hebben allemaal weer coins bij zich. Dat is goed. Oh, jij ook. Mooi. Oh ja, de portal is gesloten. Dat zal wel betekenen dat er aan deze kant dus een aanval gaat komen. Dat is eigenlijk best wel goed, want de farms die zijn net allemaal leeggehaald. Ik heb al coins, dus ze kunnen ook geen coins meer stelen mochten ze door deze muren komen. Ik denk het niet, maar... Ja, nu is er dan binnenkort zo namelijk weer wel een bloedmaan. Maar dat is niet echt een bloedmaan die door de natuur zelf had gedaan. Dat ik natuurlijk een portal sloop, gebeurt dat. Even kijken hoe het met de aanval zit. Als de aanval goed te weerstaan is, dan... Moet ik eigenlijk ook weer even kijken of er toevallig dan nog een aanval aan de rechterkant kan komen. Want dat is natuurlijk nu heel onzeker hoeveel portals daar ongeveer zitten. Nou, daar heb je de bloedmaan. En de builders die lopen een beetje van links naar rechts. De artjes lopen een beetje van links naar rechts. Oh ja, ze schieten. Er komen de eerste aantal monsters. Ik vind het wel fijn dat er aan deze kant ook gewoon twee van die kanten moeten staan. Maakt de defense toch wel wat sterker. Ja, eigenlijk vind ik het niet heel logisch waarom dan opeens hier twee van de poppen staan. Maar ja, kan er mij liggen. Ik vind dat er gewoon een functie is aan deze kant. Ja, de aanval die zal wel echt aan deze kant moeten zijn, want het zijn echt zoveel van... Oh god, het zijn echt zoveel van die monstertjes. Ja, ze blijven ook nog een beetje komen, dus dat zal echt wel aan deze kant zijn. Oh, die grote monsters komen eraan, want die zit ook met stenen te gooien. Oké, dat is de eerste vierde monster die weer gaat. Oké. Nou, dat verloopt nog aardig goed. Die vierde monsters die gaan weer weg. Dat is helemaal heen. Oké, die twee zijn dood. Die andere die vliegt meer naar rechts. Ik weet niet precies waarom. Oh, om die farmers weg te halen. Nou, dat heeft niet echt veel nut. Die blijft wel een beetje komen. Continu. Man, man, man. Dit is één grote aanval. Oké, ik denk dat ongeveer nu al de aanval zo goed als... de hoeveelheid bereikt heeft. Ja. Dit zal het dan wel ongeveer zijn geweest. We hebben nog wel heel goed volgehouden. Die muur is niet eens doorgebroken. Ja, wel bijna. Het heeft niet veel gescheeld. Maar in principe zijn ze er niet helemaal doorheen gekomen. Dat is wel fijn. En natuurlijk, we hadden nog wel een muur erachter. We hebben hier natuurlijk ook nog heel wat ballisten staan. Voor de zekerheid. Oh, thanks for the coin. En ik ga natuurlijk ook eventjes die bakkerij weer even aan het werk zetten. Zodat we natuurlijk gewoon even mensen kunnen recruiten. Mocht dat binnenkort weer nodig zijn. En ik moet gewoon aan de linkerkant heel wat arches hebben. Oh. En dan wordt het weer bijna nacht. Dus die muur die zal waarschijnlijk niet echt helemaal weer optimaal meer zijn natuurlijk. Maar dat komt natuurlijk ook gewoon omdat de zo'n harde aanval is tegengekomen. Dus ik ga nu eens even kijken hoe het dan aan de rechterkant precies zit. Jongen, maar waarom ga je niet naar de coin die drop? Ik kan zelfs niet eens de coin oppakken, what the fuck? Hier, neem die coin dan maar.
Oké, eens even zien. Hebben jullie toevallig nog een beetje coins? Een beetje coins, ja. Niet veel, een beetje. Nou, ik verwacht dat ze de aanval van vannacht wel goed kunnen hebben aan de linkerkant. Gewoon omdat het natuurlijk niet zo sterk is als zo net. Ah, daar gaat een konijntje. Rip. Gewoon een konijntje geplet onder die fucking steen. Dat was het dus alweer. En dat betekent dat er nog wel een portal zit. Weet je wat? Ik ga het gewoon riskeren. Ik ga gewoon nog een keer aanvallen. Nou, er komen nu heel veel mensen hier aan. Tja, het is nu nog niet dag. Dus dat betekent ook dat ze nog een lange tijd hebben. Dus dat betekent dat ze ook nog een stuk kunnen gaan rennen. Natuurlijk. Kunnen we het waarschijnlijk wel aan de linkerkant veroorloven om het kapot te krijgen, die monsters. Het enige probleem is dat we dan nu natuurlijk wel wat minder geld gaan verdienen. Ook omdat er natuurlijk zoveel gebeurt. Hey, jullie hebben wel aardig veel dat groeien. Of ik ga natuurlijk wat van die stenen vuurbaldingen laten maken. Als er natuurlijk genoeg geld is tussen deze mannekes. Oh ja, de vuurballen die doen het ook nog wel redelijk goed. Kijk, de muur is wel, zo te zien, wel volledig goed. Kijk, jullie verdienen allemaal weer een beetje coins, dat is ook fijn. Ga ik hier dus weer even een aantal van die stenen vuurballen of iets dergelijks, ik weet niet precies. Waarom komen jullie allemaal aan de rechterkant? Daar komt geen zak van. But why to the right side? Ik snap het niet. Het zal betekenen dat er hier dus minder builders zijn. Dat had ik niet geanticipeerd. Ik dacht dat ze gewoon aan de linkerkant gingen doen. Oh my god. Het hele system is broken. Nou, dan ga ik wel een aantal extra bulzen bijhuren. Daar heb ik er nog wel een aantal. Zo, 3. Prima. Oké, ik hoop dat ze die portal zo ongeveer nu wel kapot beginnen te krijgen. Maar ik weet ook niet zeker of het nou aan de rechterkant is dat ze dan de cliff portal hebben of aan de linkerkant. Dat weet ik ondertussen niet meer. Eigenlijk helemaal van de weg gehaald. Dus daar zie ik alles aan de rechterkant te slopen, maar dan moet ik alles aan de linkerkant slopen. Dan zie ik gewoon nu de cliff portal te slopen ofzo. Nou ja, we gaan het zien. Er is wel één knight gesneuveld. Dat is niet heel positief. Dus er is eentje gesneuveld, maar eentje leeft er nog. Heel positief. Misschien moet ik maar eens even zodat ik de situatie aan de rechterkant beginnen te kijken. Daar ga ik maar eens misschien even heen. Even kijken hoe het daar nou zit. Staal ik zich daar gewoon de cliff portal aan te vallen. Het zal me niks verbazen eigenlijk. Nee, nou, die leeft nog.
weet niet wat er nou met hem mis is. Nou, laten we maar eens even kijken hoe het daar zit. Oh, daar komt al een persoontje terug. Oh, daar komen een aantal artjes terug. Oh, jullie hebben wel een aantal coins te zien. Nou, hoe zit het nou hier verderop dan precies? Ik denk dat we wel best wel aan het moeten. Want als het al zo lang duurde voordat ze Drubrood... Ja, dat ze het eigenlijk niet hebben kunnen halen, dan zou het in principe... Oh, ja, hier hebben we ook nog een aantal. Oké, hier is dus wel de Cliff Portal. Zo zit ik dat ding gewoon aan te vallen, terwijl dat niet eens de bedoeling is. Well, shit. Nou, nu weet ik in ieder geval één ding zeker. De Cliff Portal zit aan de rechterkant, dus ik moet het nu al als aan de linkerkant gaan aanvallen. Goed om te weten, een beetje laat. Maar hey, we hebben in ieder geval één weg gesloopt. Ik kan eigenlijk in principe allemaal alleen nog aan de linkerkant komen. In principe natuurlijk ook nog wel steeds aan de rechterkant, maar niet in zo'n grote mate meer, denk ik. Dus ik ben twee knights sowieso kwijt. Eén knight staat nog aan de linkerkant die nog niet echt... ijzeren armor heeft, dus dan heb ik er sowieso nu drie nodig. Dus gooi ook al die vuurballen deze kant op. Misschien ook wel handig, want de defense aan de rechterkant is stukken verminderd. Want ja, eigenlijk moest ik dat beter weten, maar hey. Ik weet het nu. Ondertussen. Nou ja, daar komt de Knight aan. Oké, ik ga nog eventjes... Oh god, allemaal money. Ik ga nog even die Knights even proberen te recruiten. Dus ik heb nu echt een hele defense aan de linkerkant, maar dat was dus eigenlijk helemaal niet nodig. Zo te merken. Nou ja, in principe ook wel, want het is nu eigenlijk wel verstandig dat we dat soort defense daar hadden. Maar als we alle portals aan de rechterkant hebben, of aan de linkerkant hebben gesloopt, dan gaat natuurlijk alles van de cliffportal komen. Leuk. Deze mensen moeten natuurlijk ook allemaal boogjes weer hebben en iets dergelijks. Maar dat komt wel. Ren jongens, ren! Brrr. Nou, dat was spectaculair. Dat persoontje daar rechts, die staat er ook zo van, ja, hij verwacht tot het vuur voorbij is. Nee, maar in ieder geval, ik ga nu deze aflevering afsluiten, dus dan weten we in ieder geval wat we de volgende aflevering kunnen doen. We kunnen dus de volgende aflevering de portals aan de linkerkant langzaam maar zeker allemaal gaan proberen te slopen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden, geef een like op mijn kanaal en dan zie ik je volgende keer weer. Later.